Ho! Heeft dat ding daar. Ja, strijders. Tijdje geleden, sinds we weer op de Road to Glory bezig zijn geweest. Drukke week geweest. Midweekse speelronde in de Premier League. Ik ben jaren geweest. 3 dagen weg met Carola. Maar nu eventjes 2 weekendleagues in 1. De frustratie was al zichtbaar. Het is nog even niet mijn game. Ik moet meer spelen en mijn spel echt gaan veranderen. Want dat van mij werkt niet. Maar we gaan nu kijken. Eerste weekendleague van vorige week. Dit was het team dat jullie, als het goed is, al wel kenden. Morientes vorige week en Danjuma. Jullie zagen in de video hiervoor, dacht ik, ja, van een week terug alweer, dat we 2-2 gingen. Verschrikkelijke start. Ik laat eigenlijk elke wedstrijd alleen even de laatste goal zien. Ik heb echt nog flink zitten bikkelen. Dit was volgens mij best wel een late stream op de zondagavond. Dat is dus zondag 16 oktober geweest. Ik even gewoon de laatste goaltjes van elke wedstrijd. Ik weet zelf ook niet meer precies hoe dit ging. Dit is wel een uitblinkende Morientes. Waarvan ik al kan melden dat ik hem inmiddels heb verkocht. Dat was ook al wel een klein beetje het plan. En nu, na dit weekend, ben ik er wel achter dat je inderdaad gewoon echt die lengte die spelers nodig hebt. En ik ben er ook achter dat op de PS5... Weer een gekke goal van die Morientes, hè. Ik ben er wel achter dat op de PS5 spelen... En dan niet in de nacht, de PS5-versie, dat echt bij mij voor veel frustratie zorgt. Terwijl het me allemaal niet zoveel meer boeit als eerst, maar toch echt bloedirritant. Ik weet niet wie dat nog meer zo ervaart, maar je kunt niet 5 keer een bal snel, simpel in de ploeg houden, laag en lekker dribbelen tussendoor. Het is echt balverlies na balverlies aan beide kanten. Hier komen we tegen Forlan. Spits die me allemaal leuk leek. Daar kom ik straks wel op terug. Terwijl we hier weer verliezen. Ja, zo. Het was wel heel schrijnend, hè. 9-4. Maar goed, ik ging er nog even goed voor zitten. Niet opgeven. Altijd doorgaan. En zo gaan we inmiddels 10-4. 16 is altijd een beetje het minimale doel. De week 1 was natuurlijk 17-3. En dit is week 2, waar we nu naar zitten te kijken. De tweede weekendleague. Maar het is echt elke pot behelpen. Was het hier, Richarlison. De teams vallen hier nog wel mee. 12-4, dan is de hoop nog steeds aanwezig. Worden we hier even flink in het ootje genomen. 89ste minuut, daar was ook al wat frustratie bij mijn livecam. En kunnen we dan terugkomen? Ja, ik denk het. Oh ja, 12-5 was het hier al en dit is de pot hierna. Weer 89ste minuut, 13-5. Echt verschrikkelijk. 16 is dus dan al niet meer mogelijk. Hier is het gelukkig wel 14-5. En daarmee eindigen we dan deze weekendleague. Waarom ging ik nou nog door? Dat weet ik eigenlijk niet. Oh ja, voor bepaalde packs. Tomori en Cancelo, dat zijn de grote verdettes. Oeh. Ja, toch? Hoe duur is Muriel? 14k. Dan kunnen we beter voor die rating van Donnarumma gaan. 37k. Oké. Okay. Mount. Oké. Prima. Je mag niet meer eisen als je 14 winst haalt. Er zit ook nog 1 in vorm packje bij. Oh, dat is best wel prima, joh. 100k pack, zo'n pakket. Oh, joh. Dit is een inform. Een Spanjaard. José Lu. Ja, ik ga hem wel gewoon openen, hoor, jongens. 2 walkouts. 2 maar. Dat is 1. Hey, Modest. Rodrigo, Marcho. Oké, ultimate pakket. Kom aan, geef ons nog even een lekker rulebrekertje. Nee. Hé, hey, daar is hij echt. De broer van Leo. Zo, wat kijkt hij boos. Hij is niet blij. 12k. Oh, Koundé. Oh, echt? Is die goed? Is die veel waard? 50k, 60k. Oh, ziek. Chill. Thanks. Ja, ik had het niet door. Toch? Dat is prima. Ik vraag niet om de grote beesten. Het is weer die gek. Dat is een heel matig pakket. Ja, dit is gewoon echt crisis natuurlijk. 30k. Maar goed, jongens. Het was ook een crisis... resultaat. Het is wat het is. Het zit erop. Hij was best oké, hoor. Wat heeft hij gedaan? 31 wedstrijden, 23 goals. Het is wel te weinig als je echt alles in de spits speelt. Hij heeft ook al hard gekelderd volgens mij. 141. Gewoon meteen weg. Dankjewel, Fernando. Ik heb van je genoten, jongen. Dan maken we nu even een sprongetje naar afgelopen weekend. 22 oktober. Dit is onze eigen ploeg. Morientes weg. Danjuma uit de basis.
Forlan en Frenkie erbij. We komen erin als we tegen deze ploeg spelen. Waarom? Nou ja, de eerste vier potten heb ik op zaterdag gespeeld. Ging eigenlijk ook al niet van een leien dakkie. Ook alweer een keer verlenging. Volgens mij wel strafschoppen nog ontlopen. En hier zitten we op de zondagavond en loop ik me al druk te maken. Het is echt een strijd geweest. 7-0 ziet er natuurlijk nog aardig uit. Maar ik kwam niet in mijn spel. Ik kan mijn acties niet zo lekker maken als afgelopen jaren. Ik vind ook dat je gewoon niet lekker kunt combineren. Het kan aan die PS5-versie liggen. Het kan aan het moment liggen waarop ik het heb geprobeerd allemaal. Hè? De zaterdag, zondag, middag, avonden. Het kan ook gewoon aan mezelf liggen. Dat ik gewoon echt tering slecht ben. Het is een combinatie van alle drie. En ik speel gewoon dus niet op de goede manier. Ik ben nog een klein beetje eigenwijs geweest met dat hele lengthy gebeuren en zo. Maar ik ben niet gek. Ik weet ook dat het gewoon niet zo lekker speelde als de weken hiervoor met Rivals en Drafts. Daar heb ik echt veel gewonnen. En daar had ik ook het gevoel van, nou, lekker. Er zit soms wel wat in. Natuurlijk, ook in wedstrijden waarin we verliezen, scoren we af en toe. Je zag net de eerste nederlaag. Ik laat de nederlagen namelijk allemaal even zien. En dit was nederlaag nummer 2. Allemaal nipt, maar ook bijna al mijn overwinningen waren nipt. Ik denk dat ik van de 20 potten die ik heb gespeeld, maar ja, er staan uiteindelijk wel veel rage quits, maar het zijn echt veel nipte potten geweest. We zijn nu een stukje opgeschoven. 12 om 2 gaan we hier al. En hier had ik nog een soort van stoute droom, een soort stiekem gedachte om het helemaal door te trekken naar 18-2. We gingen van 7-0 naar 7-2. Daarna 5 potten op rij gewonnen. Een beetje simpeler proberen te spelen. En ik ben ook 4-2-2-2 gaan spelen. Maar heel eerlijk, Forlan is het bijvoorbeeld niet. Die wordt gewoon opgefroten door de beestenverdedigers. Haaland, ook dit soort gasten als Sørloth, joh, het is echt. Ik heb het onderschat dat die lengthy spelers dan zo lijp zijn op PS5. Dit was nog wel een spannende pot, het wordt hier 4-3. 4-3 is echt de uitslag die het meest voorkomt bij mij. 4-3 winst, maar ook 4-3 verlies. We gaan dan hier 13-3 inmiddels. En ook deze nederlaag laat ik even zien. Dit is een goede goal, wilde ik zeggen. Oh nee, ja, dat was typerend. Groen getimed. Heel veel rood getimed dit hele weekend. Maar ook als ik groen time, dan ging het vaak niet goed. Dit heb ik wel ergens halverwege dit weekend opgepikt vanuit de chat. Dat ik nog veel meer met L2 moest schieten. Ik wist al wel dat het goed was. Die L2 buitenkant voet schoten. Dat heb ik nu echt veel meer proberen te doen. Zakaria, die kan echt niet afmaken. Met links al helemaal niet. Of is hij links? Nee, hij is niet links. Is hij links? Nee. Maar goed. Forlan, groen, ook niet. Jammer. Forlan's shooting is wel heel goed hoor. Maar is gewoon net niet. Nee. Natuurlijk, Zakaria is rechts. Oké, gaat het niet om. Hier zijn we aangekomen bij Leão. Lekker glitchy door de verdediger heen. We gaan dan dus 13-4. En dan weet je dat je gewoon 3 finales tegemoet treedt. Want 16 is altijd wel een beetje mijn minimale doel. Maar ik zit er gewoon nog niet in met deze game. Ik moet even een beetje naar pro's gaan kijken. Ik zit pas in divisie 4 met het Rivals. Ik heb natuurlijk wel een draftje of 10 gespeeld. Maar het is niet overtuigend. Ik zit er niet lekker in. Laat me even weten hoe het met jullie zit en wat jullie belangrijkste ondervindingen zijn. Dit soort dingen doe ik ook allemaal veel vaker slecht. Ik lever veel ballen in. Ik heb het gevoel dat het balbezit soms elke 1-2 passes weer van eigenaar verandert. Het is echt om gek van te worden. Er is echt weer een soort ouderwetse rage geweest ook tijdens die stream op zondagnacht. Dat je gewoon, je verovert hem en je levert hem weer in. Je verovert hem en je levert hem direct weer in. Het is echt om gek van te worden soms. En dan probeer je het nog simpel te houden. En toch is het crisis. 14-4. 2-2. Spanning alom. Dat dan weer wel. En dit soort, maar heb ik ook een lengthy verdediger. Thiago Silva vind ik over het algemeen best wel goed. Maar dat zijn gewoon de gevaarlijkste ballen. Zo'n L1 driehoekje bal over de verdediging heen. En dan hopen dat je sterke en dus snelle lengthy spits, dat duel dan wint, die neemt hem mee en die is vervolgens met zijn 7 mijls laars passen niet meer te achterhalen. Dat is deze game in een nutshell en dat is niet mijn manier van spelen. We zitten inmiddels in de allerlaatste pot van het weekend. 15-4, 9 rage quits. Je zou kunnen stellen dat niet schandalig is. Zeker als je
ben ik dat er zeker wel minimaal 4, 5, 6, ik denk wel 8 of 10 teams voorbij zijn gekomen die beter zijn dan het onze. Maar het is gewoon niet een score en vooral niet een manier van spelen. Gewoon niet de wijze waarop is sowieso niet iets waar ik tevreden over kon zijn. Ook hier in die finale, in de absolute finale, dus 2-0 achter. Dan maken we 2-1 met Forlan, dat is goed. Maar dit soort momenten, joh. Tomori vind ik op zich best goed. Maar Ronaldo met zijn 81 pace niet meer te achterhalen. Gelukkig blijven we toch enigszins cool. Ik ga dan 4-1-2-2 small spelen met aanvallende backs. En dan kom ik toch in best wel veel potten nog terug. Ik zei al, 4-3 is de meest voorkomende uitslag. In pot 19 zag je dat dat de uitslag was. En ook hier wordt het de uitslag. Die laatste paas was nog echt ongelooflijk. Hey, George. Maar gelukkig, we winnen hem. Alle rewards zal ik je niet echt mee vermoeien. Je zag daar Wamangi Tuka, of Silas heet hij tegenwoordig, Barella en David. We pakten Varaan. Dit is een heel light preview, Pekki, Marquinhos. En ook Dembele zat er nog bij. Al met al toch wel weer een paar tonnetjes winst gemaakt. En er is, zoals jullie weten, een Hero SBC. Maximaal 87. Ik ga eens even kijken wat de beste is die we kunnen krijgen eigenlijk. Córdoba. Ja, ja, Touré natuurlijk. Marquisio schijnt heel goed te zijn. Ja, oké, okay, er zit wel wat bij. Kewel schijnt zelfs goed te zijn trouwens. Verder valt het tegen. Ik gok op Al Jaber of Dudek. 5 ton inmiddels, jongens. We hebben echt geld. Daar komt hij. Hero 87 max is... Saudi-Arabië? Nee. Spanje? Het is... Oh, wie is dit dan? Capdevila. Daar had gisteren in de stream wel iemand het over dat hij goed schijnt te zijn. Maar dit is zeker de goedkoopste, want ik zag hem niet eens op pagina 1 staan volgens mij. 91k. Oh, Govu had ook nog gekund, ja. Die is ook goed. Forlan heb ik trouwens verkocht. Vandaar dat we zoveel geld hebben. Nou ja, Capdevila. Het zal vast een fantastische speler zijn. Kijk, met een ankertje is die wel lengthy. We maken van deze man weer een rechtsback. En dan is het misschien wel gewoon tijd voor een haalandje of zo. Doorontwikkelen, door selecteren. Leao blijft wel mijn geitje. Prima stats. Kijk, we hebben wel geld voor bijvoorbeeld Cristiano Ronaldo. I'm here to manage. Ik denk dat dit mijn fenomeen gaat zijn. Ja, that will have consequences. That is now what we did. Hij brengt Leao, die we willen houden, en Cancelo een extra beetje vreugde. Hey, daar ga ik niet eens meer over twijfelen. Dit is gewoon een kwaliteitsimpuls. De impuls die we nodig hadden. En nu moet ik proberen mijn speelstijl een beetje te veranderen. En gewoon iets meer hoge ballen op deze superspits te gooien. Architectje erop. Kom maar jongen, we gaan lekker tekenen. Ouwe, lekkere architect van me. Laat me weten wat we hier nog mee gaan doen. We kunnen eventueel deze tandem weghalen. Of Zakaria, maar die heeft Thiago Silva nodig. Laat het me weten, dit wordt de puzzel voor deze week. Thanks voor het kijken jongens. Morgen gaan we Ronaldo even testen. Adios, ciao ciao.